Hartelijk welkom bij de eerste aflevering van Bibliotheekgasten, een programma vanuit de bibliotheek in Utrecht. Gast van vandaag is culinair publiciste en presentatrice Jannie van der Heijden. Bekend van heel veel kookboeken, tientallen heeft ze er geschreven. Werkte bij de televisie achter de camera tot Heel Holland Bakt. En nu kan ze eigenlijk niet meer over straat, daar komt het op neer. Geboren in Haarlem, woonachtig in Driebergen, heeft twee leuke zoons. Mag ik een warm applaus, Jannie van der Heijden. Leuk dat je bent, Jannie. Ja, heel leuk om er te zijn. Jij bent ooit begonnen in je carrière met het vertalen van kookboeken. Ja, ik heb Nederlands gestudeerd en werkte op een uitgeverij. En er was een vertaalster uitgevallen. En er was een deadline voor dat boek en ze wisten dat ik dol op koken was. Dus toen zei een van de redacteuren, kan jij dat niet vertalen? En, weet je nog in welke taal het was? Ja, het was vanuit het Duits en ik vond het een heel suf kookboek. Ja? Ik vond het helemaal niet leuk. En, dus ik heb er allerlei kadertjes bij gemaakt om het leuker te maken. En aantekeningen gemaakt van, nou, dit is wel heel Duits. Maar als je dat en dat doet, past het meer bij ons. Ik bedoel, geen flauw idee dat je dat dus helemaal niet hoort te doen bij een vertaling. En toen zei die uitgever van waarom ga je eigenlijk niet zelf schrijven? Want je hebt een hele leuke schrijfstijl. Nou, me dunkt. Nou ja, zo is het begonnen. Nou, heb ik gehoord dat jij in het verleden een kookboek hebt geschreven met pasta. Ja. En dat Roderick, jouw zoon, alle gerechten moest uitproberen. Ja. Heeft hij er wat van overgehouden? In positieve zin. Hij was nog heel klein. Sterker nog, hij zat in een wipstoeltje. Dus hij begon net met eten. Ja. En hij heeft echt alles geproefd. En hij is nog steeds dol op pasta. Dat heeft hij meegekregen. Heeft hij meegekregen, ja. Wat leuk zeg. We gaan deze avond beleven aan de hand van boekfragmenten. Je hebt je favoriete boeken meegenomen. En ook fragmenten van film. Ja, laten we maar eens gaan kijken. Een fragment, Koken met Sterren, Cas Spijkers. Lang geleden, 1999. Cas, een Elzasse stoofschotel, heeft het ook nog een naam? Ja, of ik nou helemaal goed uitspreek, weet ik niet, maar het is Beckhoven, hè? Ja, Beckhoven, zeg maar. Beckhoven. Ja, het is zo'n dialect daar in de Elzas. Beetje Duits-Frans, hè? Ja, en wat voor kool gaat hierin? Hier gaat witte kool in. Oh, dat is spitskool. Kijk, en wij kennen de Elzas natuurlijk van de zuurkool. Die wordt ook gemaakt van de witte kool. Maar je kunt met de witte kool zo ook hele mooie gerechten maken. En er zijn zoveel koolsoorten, dat hebben we al gezien. Ja. Maar dit is een toch een beetje een vrije vertaalde versie van de klassieke Elzasser keuken. En normaal gebruiken ze drie soorten vlees. Mm-hmm. Het rundvlees, het schapenschouder en ze hebben nog varkensvlees. Heb jij ze ook alle drie? Nou, ik heb beperkt. Ik wou heel graag een stukje kalfsvlees en ik heb een stukje schapenschouder. Dus die combinatie lijkt me goed. Waarom staat dit hier? Ja, het gaat namelijk allemaal in die pot en daar komt de naam van vandaan. Die gaat in de oven. En het frappante is, ik denk dat ook met de bakkerij van vroeger te maken had. Ze hebben daar hele hete oven staan, bijna 230 graden. Maar door deze pot wordt de inhoud niet heter als 110 graden. En dan krijg je, dat is het speciale effect wat het recept zo lekker maakt. Volgens mij was het Manuele Kemp die daarbij zat. Ik geloof het wel. En Mireille Bekoor. Ja. En Mireille natuurlijk. Ja. Maar wat ik zo grappig vind, hij heeft het over, dat is een hele goede oven, die gaat tot 240 graden. Ja. Dat is nu om toch te lachen, toch? Ja. Of niet? Ja, het waren nog wat andere. Ik denk zelfs dat ik destijds het recept bedacht heb van, nou, ga maar zoiets doen. Oh ja? Ik was eindredacteur toen. Ja. En we overlegden dan eens per maand van, nou, wat gaan we de komende weken doen? En dat is ook iets wat je je nu niet meer voor kan stellen, maar wij namen vier uitzendingen op één dag op. Op zondag. Dan begon ik, was ik om 8 uur 's ochtends in de studio. Jeetje. Maar zij begonnen al met wijnproeven om 10 uur 's ochtends. Met een baggenaal. Ja, dus dan iedere keer, want dan moest er geproefd worden. Nou ja, dat was het de eerste uitzending. En ik kon altijd aan de laatste uitzending horen dat het de laatste uitzending was. Dat het gezellig was. Ja. Maar hij, Cas Spijkers, was jouw held, toch? Was mijn absolute held. Dus toen ik dat programma ging doen, ja, dat was voor mij een soort droom. En waarom was hij jouw held?
Hij was, en daar vergissen heel veel mensen zich in, hij was een van de eerste grote sterrenchefs, internationaal erkend. En hij was heel vooruitstrevend. Hij was bijvoorbeeld de allereerste die begon met het injecteren van bijvoorbeeld kip en met extracten, met kruiden. En wat heb jij van hem geleerd? Ik heb heel veel van hem geleerd, buiten het feit dat hij ongelooflijk veel passie had, was hij heel geïnteresseerd in, en daarin liep hij ook voor, in de herkomst van dingen. En wat dat heb jij ook, toch? Ja, en hij zei altijd, wil je een goed product hebben, moet je een goede maaltijd, moet je beginnen met goede producten. Ja. En je kan winst halen door iets heel goed te bereiden, maar je haalt het niet in als je slechte producten gebruikt of goedkope producten. Je kan beter niet kunnen koken met goede producten dan wel kunnen koken en slechte producten gebruiken. Mooi. En daar sta je nog steeds voor? Daar sta ik nog steeds achter. Ja. Goed. Ben jij klaar voor het volgende fragment? Ja. En eventjes alvast zeggen, ze was een meisje van 9 en totaal verliefd op deze hoofdrolspeler. Nou, deze nog niet. Geweldig. Ja, 1958 en jij was heimelijk verliefd op Roger Moore. Oh, ik was absoluut verliefd op hem, ja. Maar jij was een meisje van 9? Nee, toen, ik denk dat het in de jaren 60 was, want ik ben van 54. Dus ik denk dat het ergens begin jaren 60 was. Ja, ik vond hem fantastisch. En waarom? Ja, ik vond het een spannende man. Geen idee. Ik vond hem later ook nog wel heel leuk toen hij James Bond ging spelen. Als je dat nu terugkijkt, dan denk je, wat saai, want was hij stijf. Maar, er was natuurlijk niet heel veel op televisie. Nee. En het was spannend. Het was een soort avonturenverhalen. Het kwam iedere week, ging het wel weer ver. Ja, ik vond het geweldig. En jullie hadden ook al heel vroeg een televisie. Ja, we hadden denk ik achteraf best wel vroeg televisie. Mijn vader, ik weet het moment nog dat hij kwam, want niet iedereen had televisie. Maar mijn vader was een enorme sportkijker. Hield van sport. Die wilde graag de Olympische Spelen zien. Dus toen hebben wij... Er moest een tv. En dan moest je al weten hoe het werkte. Dus die was ruim voordat de Olympische Spelen kwamen. Was er een televisie. Ja. Twee netten. Twee zwart-wit. Netten. Zwart-wit. Ja. Ja. Geweldig. Waar keek je nog meer naar? Nou ja, er was... Ja, Pipo natuurlijk. Die heeft denk ik ook iedereen wel in zijn jeugd gezien. Ik weet wel dat ik er een beetje de pest in had als er alleen maar... hoe heette dat ook alweer? Er was een soort balletprogramma was. Nou ja, dat vond ik echt... Het Scapino? Nee, niet Scapino. Nou, daar vond ik dan niks aan. Dat was met een soort poppen. En dan dacht ik, nou, laat maar zitten. Noem maar Ivanhoe. Ja, doe maar Ivanhoe. Ja. Ik zet dit even op tafel. Dat is namelijk een echte Ivanhoe-mok. Nee, wat enig. En er zitten ook nootjes in. En dat vind ik een heel interessant onderwerp. Dat gaat over herinneringen in smaken en geuren. Ja. Jij vertelde dat als jij vroeger naar Ivanhoe zat te kijken, dan had je twee bakjes met chips en met nootjes. Ja. En als je dat nu ziet, dan associeer je dat meteen met Ivanhoe. Maar zeker de combinatie ook. Want dan vond ik het dus lekker, toen speelde ik al met smaken, om ze niet om en om, maar ze samen in mijn mond te doen. Het kraakte lekker. Ja. En dan had je dus de smaak van die krokante pinda's. Ja. En dan die chips erbij. En dat waren altijd paprika chips, dat weet ik ook nog. Ja? Ja. Ja. Maar dat zegt iets over jou, over het vak waar je in terecht bent gekomen. Meestal is dat met geuren, dat je denkt van oeh, ik ruik dat ik weer terug ben op school van toen. Ja. Maar jij had dat toen al met smaken. Ik met heb smaken. Dat kennelijk altijd met smaken. Terwijl ik een lastige eter was als heel klein meisje. Ja? Echt een lastige eter. Ik hield niet van vlees. Nu zou er iedereen meteen zeggen, ja, maar dat hoeft ook niet. En denken dat het met dieren te maken had. Dat was bij mij denk ik niet zo. Ik vond het gewoon niet lekker. Nee. Maar mijn ouders vonden wel dat bij een gezond eetpatroon hoorde. Dus wat deed ik dan? Dan verstopte ik het ergens achter in mijn mond. En dan ging ik door met eten, maar dan had ik nog zo'n soort bal hier zitten. Maar mijn moeder heeft nooit een probleem aan tafel gemaakt over
dingen niet lekker vinden. Okay, en dan wat zei ze altijd, zei ze dan? Ja. Nou ja, dan zei ze van je mag nee zeggen, maar je moet in ieder geval één hapje proeven. Want wat je vandaag niet lekker vindt, kan je morgen misschien wel lekker vinden. Ja. Dus je moet het iedere keer weer opnieuw proberen en dan maak ik wat anders. Maar je moet het eerst proeven, anders niet. Nou, en daar, dat is wel een hele wijze les. Dus ik heb nooit aversie tegen eten opgebouwd. Dat is heel belangrijk. Ja. Zijn er dingen die jij niet lust? Ja, we kennen jou van Holland, Heel Holland Bakt. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. Zijn er dingen die jij niet lekker vindt? Ik had altijd moeite met de smaak bitter. En ik dacht altijd van mezelf van, het is toch raar dat ik zoveel moeite met bitter heb. Dat ik dingen heel snel met bitter associeer. En dat ik het niet altijd lekker vind als het overmatig bitter. En nou blijkt het zo te zijn dat als je een heel uitgesproken smaakgevoel hebt, ze noemen dat superproevers, ben je overgevoelig voor bitter. Dat heb ik pas 2 jaar geleden gehoord. En ik dacht dat het een afwijking bij me was. Maar het schijnt dus te horen bij goed kunnen proeven. En dat heb je al heel vanaf jongs af aan geleerd? Maar misschien ook het leren benoemen. Want ik weet, wij hadden aan tafel mijn moeder was, denk ik, avant la lettre al heel bewust met eten bezig. En alles moest vers zijn. Ik mocht als kind geen kleurstoffen eten. Nou, in die jaren praatte niemand over kleurstof. En ik vond dat ook heel raar. Want ik wilde net als mijn vriendinnetjes van die vieze puddingjes en gekleurde snoepjes. Mocht ik niet. Is dat de reden dat je nu van die prachtige kleurige kleding altijd draagt? Dat het zich ergens compenseert? Misschien is gaan compenseren, ja, wie weet. Dat is een goeie, daar zou een psychiater misschien iets over kunnen zeggen. Ja. Maar ja, ik heb dus ook leren, omdat mijn ouders aan tafel ook wel discussies hadden over hoe iets smaakte, of iets goed in het seizoen was, of de smaak van kruiden bijvoorbeeld. Ik heb al heel jong leren proeven de smaak van kervel, wat heel veel mensen niet kennen, en dat die heel anijzig moet zijn. Ja. Maar hetzelfde met andere kruiden, dat als het verkeerde type was aangeplant bijvoorbeeld in de kruidentuin, nou dan werd daar wel over gediscussieerd. Ja? Ja. Maar je kijkt terug op een mooie jeugd. Ik heb een hele warme jeugd gehad. Ja? En daarom vind ik delen aan tafel en samen zo belangrijk. We gaan steeds minder met elkaar aan tafel zitten. En dat is heel jammer. Of we gaan met het bord voor televisie zitten. Wat natuurlijk heel jammer is, want daardoor mis je heel veel gesprekken. Ja. Terwijl dat de mooiste gesprekken aan tafel vaak zijn. Dat iedereen bij elkaar is. Iedereen bij elkaar is, ja. Bijzonder. Het favoriete kookboek van jou is Con Amore van Sofia Loren. Ja. Ja, ik had het boek ooit voor mijn moeder gekocht. En ik denk dat ik 16, 17 was of zo toen ik dat kocht. En dat was niet een boek wat je in de boekhandel kocht. Maar je had toen nog meerdere supermarkten. Onder andere De Gruiter. Ja. Staat al lang niet meer. En dit boek werd bij De Gruiter verkocht. En ik vond dat zo waanzinnig fantastisch. Ten eerste omdat ik haar ongelooflijk mooi vond. Ja. Nog steeds vind ik haar een prachtige vrouw. Stijlvol. Heel stijlvol. Maar ook altijd heel stijlvast. Ze is altijd zichzelf en herkenbaar gebleven. Nooit echt met trends meegedaan. Maar was gewoon een hele mooie klassieke vrouw. En zij maakte eten sexy. Ja. Was het daarvoor tuttig? Ja, daarvoor was het toch een beetje. Werden kookboeken voor huisvrouwen geschreven die zwoegend in de keuken stonden, bij wijze van spreken. Zij maakte het mooi en met een sensuele blik. Dus ik vond dat fantastisch. Mijn moeder vond het boek minder. Echt, dus ik heb het, toen ik ging studeren, heb ik het meegenomen. En dat is eigenlijk het begin geweest van mijn liefde voor kookboeken sowieso. Ik heb er een paar duizend. Ja. En, een paar duizend? Ja. Ach, en waar staan ze? Op zolder, ja, in de keuken. Overal, ja. Ja. Maar kijk je er ook nog wel eens in? Doe je de inspiratie? Ik kijk erin, ik lees ze, maar ik kook er nooit uit. Nee? Nee. Maar dat zullen heel veel mensen zich afvragen. Jij bent Jannie van der Heijden, wat kook jij gemiddeld? Dat is heel wissend. Kijk, als ik alleen ben, dan heb ik natuurlijk een heel arsenaal. Omdat ik heb 35 jaar dagelijks in de krant geschreven over eten. Dus dan heb je in je hoofd gewoon heel veel recepten die simpel te bereiden zijn ook. Ja. Dus als ik alleen ben, dan ga ik niet uitgebreid staan stoven. Soms wel, maar dan doe ik het voor een paar dagen. En dan vries ik of iets in, of ik eet het een paar dagen. Ja. En ik vind het wel heel leuk als ik eters krijg, om dan uitgebreid te koken. Ja. Ik heb begrepen dat jouw favoriete keuken kan zijn Italiaans, Frans. Maar het moet herkenbaar zijn. Ja. De kleuren moeten herkenbaar zijn. Klopt. En de samenstelling, als het een beetje een ratje toe wordt, dan haak je helemaal af. Als ik naar de Indonesische keuken kijk, die vind ik af en toe
lekker, maar het is mij te complex in die zin. Ik vind het allemaal te bruin vaak. Het is allemaal één kleur. Toch weer dat kleur, hè? Ja, toch weer die kleur. En het is heel veel smaken bij elkaar, waardoor ik niet uit kan halen wat er allemaal in zit. En ik hou dan in die zin meer van de kleurrijke Thaise keuken, Vietnamese keuken, ook wel Chinese of Japanse keuken, maar de herkenbaarheid. Het moet herkenbaar zijn voor jou. Het moet herkenbaar zijn en ik hou ook van een keuken waarin je de onderlinge ingrediënten nog kunt herkennen. Dus ik hou ook niet van ellenlange ingrediëntenlijsten. Als ik zelf kook, dan zijn het maximaal 10 ingrediënten. Oké. En die Elsasser stoofschotel van Cas? Ja. Was die goed of niet? Ja. Nou, was dat herkenbaar? Dat is heel erg herkenbaar. Want ik kan me nog herinneren dat dat als heel zwaar werd ervaren. Dat was die Elsasser keuken natuurlijk. Dat is heel zwaar. En kool is zwaar. 3 soorten vlees erin. En dan ook nog heel veel boter waar Cas helemaal goed mee weg kon. Ja. En vaak nog room. Ja. Room ging er ook in. Ja, mijn moeder was ook wel veel van room. Ja? Ja? En ben jij van de room? Nee, ik denk dat in die zin er veel... Als ik ook naar mijn allereerste kookboek terugkijk, had ik nog wel lange ingrediëntenlijst, omdat ik dacht dat dat zo hoorde. En ik ben eigenlijk steeds simpeler gegaan, want als je goede ingrediënten gebruikt, hoeft het niet ingewikkeld te zijn. En ook niet heel erg veel. Nee, dat is ook zo. We gaan naar een fragment kijken. The King's Garden met Kate Winslet komt uit 2014. Mm-hmm. Favoriete film van jou? Laten we even kijken. King's Garden, favoriete film? Ik vind het een hele boeiende film, omdat het heel veel lagen heeft. Het gaat over de aanleg van de tuinen van Versailles. Ja. Kate Winslet speelt een vrouwelijke tuinarchitecte, wat eigenlijk in die jaren niet echt zo geweest kan zijn. Dat is een beetje fictief. En zij heeft een andere blik op tuinen dan Le Nôtre, wat echt de grote tuinarchitect uit die jaren was en die de tuinen aanlegde. Die was heel erg van geordend en zij had zoiets van laat het maar gebeuren. Laat de natuur de overhand nemen. En je moet het je voorstellen dat in die 17e eeuw de Fransen heel erg probeerden om de natuur de baas te zijn. Dus daarom zijn al die heggetjes met alles is keurig geschoren. En het ging erover dat de mens eigenlijk macht had over de natuur, wat natuurlijk niet zo is. En zij had het tegenovergestelde. Ze had zoiets van, kijk naar de schoonheid en de kracht van de natuur. En zij heeft prachtige fonteinen aangelegd. Maar omdat zij een vrouw was, wilde ze haar dwarsbomen. Want een vrouw kan niet zomaar iets maken wat de koning nog mooier vond dan wat Le Nôtre maakte. Ja, ja. Dus zij werd op dit moment, met dit fragment, hadden ze de waterdruk omhoog gezet, waardoor echt die hele tuin weer wegspoelde. Oh jee. Ja, dus dat, maar het is een filmisch prachtig gemaakte film. Ja. En het boeiende vind ik ook dat er een verhaal achter zit en ook laat zien wat de rol van vrouwen in de loop der eeuwen is geweest. Dat ook al had je nog zoveel inbreng, er werd niet geluisterd. Want vrouwen waren minder waard. En waarom raak jij dat dan? Nou, dat raakt me wel in de zin van gelukkig zijn we in een aantal eeuwen zijn we meer op gelijk niveau met elkaar gekomen. En dat was vroeger, had je een enorm gescheiden maatschappij. En dat was natuurlijk een enorme rangen- en standen onderscheid. Maar ook tussen mannen en vrouwen. Ja.
Veel Lodewijk XIV. Veel Lodewijk XIV. Ik vind hem een ongelooflijk boeiende persoonlijkheid. Ja. Omdat ik denk dat hij in de loop der eeuwen ook nog wel eens verkeerd beoordeeld is. Het was natuurlijk een man die enorm van macht hield. Maar tegelijkertijd was het iemand die een enorme beschermer van de kunsten was. Dus of het nou over muziek, literatuur, echt de mooiste dingen zijn in die eeuw ontstaan. Meubelkunst natuurlijk, bouwkunst. Ook, ik bedoel, ons paleis, het Loo, is regelrecht afkomstig uit die jaren en met de architecten die daar ook werkten. Ja. Dus het heeft heel veel invloed in Europa gehad. En ik denk dat hij minder pronkzuchtig was dan we ons allemaal wel wilden voorstellen. Want hij is in het geheim getrouwd met Madame de Maintenon. En dat was eigenlijk een hele saaie vrouw, een hele gelovige vrouw. Het was een weduwe, is in het geheim getrouwd. Als hij zo'n enorm praalzieke man was, was hij niet met een wat oudere weduwe in het geheim getrouwd, denk ik. En staan die meubels ook bij jou thuis? Hoe moeten we ons dat zien? Heb jij ook van dat soort beelderige canapés? Ik ben wel een enorme liefhebber van tapisserieën. Dat is ook iets wat uit die jaren komt. Dus wandkleden. En ik hou van oude kunst. Ja, toch wel, hè? Ja. Grappig hoor. Ja. Wat ik ook nog mooi vond, 20.000 dingen doen als je een boek schrijft. Want dat is ook een beetje de boodschap. En daar zit toch structuur in. Dat heb jij dat ook? Ik kan een enorme chaot zijn. Maar dat houdt tegelijkertijd in dat ik ook veel dingen tegelijkertijd kan doen. Ik zou wel graag wat gestructureerder soms in mijn hoofd willen zijn. Maar ik raak niet in paniek als er chaos is. Nee. En dat is bij heel veel mensen wel. Dan moet alles moet in een rijtje staan. Maar ik weet ook binnen chaos precies waar alles is. Dat wel. En hoe zou jouw leven eruit zien als je geen chaos om je heen zou hebben? Zou dat te saai zijn voor jou? Nou, ik weet niet of ik dan zou kunnen creëren. Misschien juist wel, weet ik niet. Maar ik denk dat vanuit chaos de creatie komt. Ja. En als alles gestructureerd is en alles moet recht zijn, dan is er bijna geen ruimte om het toeval zijn gang te laten gaan. Ja. Om iets te laten gebeuren, om iets te scheppen. Want alles is al keurig in een lijntje. Mooi, mooi. Een boek. Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel. Ja. Je hebt hem meegenomen. Ik heb hem meegenomen. We leren jou al aardig kennen, hè, op deze manier. Dus dat gaat de goede kant op. Zou jij een fragment willen voorlezen? Dat is een ongeluk. Dat komt erin voor. Ja. Ja. En dan wil je dat introduceren? Ja, nou, ik kan het ook achteraf uitleggen waarom. Zal ik helpen? Vroeg Ada. Blijf jij in godsnaam zitten. Er is dus een aanrijding met een boom geweest. En we moeten opschieten ook, zei Max, terwijl hij het portier dichtsloeg, voordat er nog een auto aankomt. In het gierende pandemonium gingen ze naar de berm en pakten in het licht van de koplampen de bumper beet. Nu tot zijn enkels in de modder wegzakkend met zijn nieuwe schoenen telde Max tot 3. Maar op hetzelfde ogenblik gebeurde er een tweede ding. Uit het kabaal van de storm en de stortregens maakte een nieuw geluid zich los. Een donker rochelen dat overging in diep kraken en ruisen. Max keek om zich heen, omhoog, en zag toen plotseling aan de overkant een donkere kroon op zich toekomen. Als een reusachtige hand. Hij greep Onno vast en trok hem met zijn eigen gewicht op de grond. Met een dreunende slag maakte de boom op de straat een plof en de auto die de klap opving voor hen kraakte. Het boek. Ja. Der boeken. Waarom? Waarom vind je dit een prachtexemplaar? Ik vind Harry Mulisch sowieso een fantastisch schrijver. Wat ik het boeiende aan dit boek vind, is dat het gaat over toeval wat niet bestaat, als het ware. Dat er onbewust krachten bezig zijn om iets in werking te stellen. En daarom heb ik dit fragment gekozen. Het gaat om twee vrienden die verliefd zijn op dezelfde vrouw, op verschillende momenten een relatie met haar hebben. Ze gaan op weg ergens naartoe en dan gebeurt er dit ongeluk. Zij komt in coma, maar is zwanger. En dan is het de vraag op een gegeven moment, van wie is ze zwanger? Ja. Van wie is ze zwanger? Van wie is het kind?
waarom dit ongeluk moest gebeuren, dat was omdat de moeder geen rol verder zou spelen, maar dit kind geboren moest worden. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van hoe het vaak in het leven gaat. Dat we denken dat dingen toeval zijn, maar we durven er niet op te varen. Of we denken, het is niet zo belangrijk. Maar eigenlijk is alles wat er gebeurt, heeft een reden. Dus soms kun je denken van, ik ben teleurgesteld dat iets niet doorgaat. En dan komt er weer iets moois uit. Maar dan is dat, want als je datgene wel gekregen had, was dat volgende, wat misschien nog veel groter is, was niet in het zicht gekomen. Schijnbare toevalligheden. Ja, schijnbare toevalligheden. En daar is hij heel sterk in. En ik vind hem meester in schrijfkunst. Ja. En maar heb je het idee dat dat in je eigen leven ook een rol speelt? Ja. Die schijnbare toevalligheden? Ja. Kun je voorbeelden noemen? Ja, ik heb het zeker in mijn vak heel vaak meegemaakt. Laat ik het zo zeggen. Ik zal zo een paar voorbeelden aanhalen. Maar waarom ik er ook heel sterk in geloof, is dat ik ooit een interview hoorde met Erik Hazelhoff-Roelfsma. Dat is de soldaat van Oranje. En die werd in een interview gevraagd van, u heeft wel heel veel geluk gehad in uw leven. En toen zei hij, geluk, ik weet niet of je het geluk moet noemen. Ik heb altijd gevaren op bakens. En bakens zijn voor iedereen zichtbaar, maar niet iedereen vaart erop. En ik denk dat dat misschien wel iets is. Je moet open kunnen staan voor aanwijzingen, om het zo te zeggen. En je moet er gevoelig voor zijn. En ik heb het vreemde toeval altijd meegemaakt dat als ik iets bedacht, dat het dan ook gebeurde. Of als ik iets uitsprak, dan kwam het. En ik heb het met bijna al mijn banen ook gehad. Dat ik dacht, dat zou ik wel willen. En dan werd ik gevraagd. Of ik weet, toen ik hoofdredacteur van Tip Culinair werd, dat ik, ik had net in die hele internetbubbel was ik internationaal hoofdredacteur geweest. En ik at met twee ex-collega's. Ik ben altijd heel trouw aan ex-collega's. En die zeiden van, wat zou je nou ooit nog eens echt willen worden? Toen zei ik, het enige wat ik nog wel eens wil, is hoofdredacteur van Tip worden. En toen zeiden ze, maar die heeft vandaag ontslag genomen. Toen zei ik, zo toevallig geloof ik niet. En dat was nog in de tijd voordat iedereen online zat. Ja. En dus ze belde me de volgende ochtend op van echt, ze heeft ontslag genomen. Dan moet je nu achteraan gaan. En eigenlijk wilde ze toen het tijdschrift opheffen. Jeetje. Zei, geef mij nog maar de kans. Ja, zo heb ik dus heel veel dingen in mijn leven meegemaakt. Bijzonder. Ja. Je kunt erop vertrouwen, op dat soort bakens. Ik heb denk ik omdat ik een hele veilige jeugd heb gehad, een heel groot bazaal vertrouwen. Ja. Lekker. Ja. Kan je maar hebben, toch? Ja. Kun je er nog eentje aan, een boek? Ja. Zullen we een slokje doen? Mm-hmm. Een slokje, hoor. Dan ga ik intussen vertellen dat het Willem Frederik Hermans is. Ja. De Donkere Kamer van Damocles. Ook een favoriet boek. Heb hem liggen? Dat was eigenlijk de reden waarom ik ooit Nederlands ben gaan studeren. Ja? Ja. Dit was het eerste boek wat ik herkende als literatuur. Ik heb er nooit moeite mee gehad om op de middelbare school boeken te moeten lezen voor de lijst. Ik wilde ook altijd andere boeken dan iedereen las. Maar deze stond op je lijst, of niet? En deze stond op mijn lijst. Dat was een van de eerste die ik las. En ik vond dit zo fascinerend. En hier zit ook weer die dualiteit die Harry Mulisch ook heeft. Want de reden waarom Harry Mulisch altijd zoekt naar is er zoiets als waar of niet waar, heeft ermee te maken met het feit dat hij had een Duitse vader, die bij de SS zat. En hij had een Joodse moeder. Ja. Dus hij is een kind van twee werelden. En het meest bizarre is geweest dat zijn vader heeft zijn moeder gered uit de oorlog. En zijn vader, die zijn moeder dus redde, is zelf veroordeeld. Dus ja. Hij heeft een heel scherp gevoel voor wat is waar en wat is niet waar. En dat herken je ook in dit boek, want er zitten veel lagen in dit boek. Hier zitten ook heel veel lagen in. Maar wat ik hier zo fascinerend aan vond, is het, het gaat over twee hoofdpersonen die eigenlijk op elkaar lijken. Er is een film in Nederland ooit gemaakt en die heet over dit boek en die heet Als twee druppels water. En het gaat over die verwarring van die twee hoofdpersonen. Waarvan de een ook weer in die oorlog een Duitser is en de ander hem probeert te helpen. En hij wordt dan vervolgens beschuldigd van heulen met de vijand. Een beetje herkenbaar
Ook bij weer een beetje bij Moelis zit dat erin. En waar het om gaat is dat hij niet kan bewijzen dat hij onschuldig is. En dat die dubbelganger er wel degelijk was. Ja, maar dat zwaard, is nog niet helemaal bekend wat het nou toch precies was. Nee, ik denk dat vele dat zwaard... theorieën over? Ja, heel veel theorieën over. En ik denk dat dat voor mijn gevoel is dat het wel of niet kunnen bewijzen van je onschuld. Dus dat hangt als een zwaard boven je. Het gaat niet om de waarheid, maar kan je die waarheid bewijzen? Heb je het vaak gelezen? Ik heb het meerdere keren gelezen, maar de laatste keer dat ik het gelezen heb is denk ik ook alweer een jaar of 15 geleden. Misschien wel langer. Heb je dat vaker met boeken eigenlijk? Dat je denkt van ik heb nu zin om dat en dat boek te lezen? Nou ja, of ik leg het... Ik heb er de laatste jaren, vind ik, te weinig tijd om te lezen. Ik hield altijd heel erg van lezen, maar ik ben best druk, wel je heel bent druk. Nog druk. En ik moet ook voor mijn vak best veel lezen. Ja. Dus ik kom er te weinig aan toe. Maar ik kan me totaal verliezen in een boek. Lekker. Ja. Goed. We gaan kijken naar een filmfragment, Away From Her, over een vrouw met Alzheimer. Julie Christie en Gordon Pinsent, als ik dat goed uitspreek, uit 2006. Laten we even kijken. Bridge. Deadly serious. Like Robin, but... I can remember being like that at college for a while. My friends and I would cut class and sit in the common room and smoke and play like cutthroats. One's name was Phoebe. I don't remember the others. Phoebe Hart. Oh, you knew her too. Can I get you something? A cup of tea? I'm afraid the coffee's not up to much here. I don't drink tea. Oh. I brought you some flowers. Thought they might do to brighten up your room. I went to your room, but you weren't there. Well, no, I'm here. So you made a new friend? Oh, that's just Aubrey. Ja, ontroerend. Zij zijn een stel, zij heeft Alzheimer. Ze herkent hem niet meer. Nee, en zij wordt verliefd op een andere man. Daar ook zit. Ja. Ik kan me voorstellen dat dit voor jou een boeiende film is. Ja. Jouw moeder. Mijn moeder had Alzheimer. Je had Alzheimer, hè? Ja. En dat was iets waar ze de hele leven bang voor geweest was. Oh ja? Ja, waarvan ze altijd zei van, dat wil ik niet en dan moeten jullie me helpen. Dat kan niet. Dat is natuurlijk een drama. En het was heel triest. Mijn moeder was een sterke vrouw en het werd een soort vogeltje, afhankelijk. Wist dingen niet meer. En de moeilijkste tijd was die periode waarin ze het van zichzelf realiseerde dat ze dingen vergat. Ja, ja. En dat ze dingen niet meer wist. In de latere fase werd ze weer haar eigen zelf. En mijn moeder adoreerde mijn vader. En, hoe bedoel je, werd ze weer haarzelf? Nou, want ze heeft een periode in die beginjaren van die Alzheimer, werd ze achterdochtig. En wilde ze dingen verbloemen, want ze wilde niet toegeven natuurlijk dat ze dingen vergat. Vaak worden ze ook boos. Onmacht was dat. En een soort boos op de wereld. En jullie begrijpen me niet. En dat was een moeilijke periode. En toen ze eenmaal dieper in die Alzheimer gezakt was, was ze weer een hele zachtaardige, lieve vrouw die ze altijd geweest was. En ze herkende mij bij fase wel of niet. Mijn vader bleef ze altijd herkennen, want dat was haar grote held. En mijn vader had kanker. En die wist dat hij sterven zou. En wij hadden afgesproken dat mijn moeder dat niet zou mogen weten. Wow. Dat hij zou komen of dat hij overleden was. Want dan zouden we het haar iedere keer opnieuw moeten zeggen. Dus jullie hebben het niet verteld? Nee. En het meest bizarre is, en dat is wat in deze film ook de dag nadat mijn vader was overleden en ik bij mijn moeder kwam. Toen keek ze mij aan en toen zei ze, wat moet ik nu? Nu ben ik alleen. En vanaf dat moment is ze aan haar stervensproces begonnen. Oh, ja? En is een paar maanden later overleden, ja. Maar ze wist het dus? Ze wist het. Op wat voor manier? Ja, maar dat dus, ja. Wat ongelooflijk. Er is meer tussen hemel en aarde dan ze wist het. En ze heeft daarna nooit meer zijn naam genoemd.
En ze is gewoon heel langzaam aan haar stervensproces begonnen. Hoe heeft dat jou veranderd, dat jouw moeder Alzheimer had? Ik vond het heel lastig. Ik heb met haar dood ook best veel moeite gehad. Omdat ik ook een soort boosheid ervaren heb in de omgeving die het af liet weten. Oh ja, naar andere mensen toe. Was jij boos? Mijn moeder stond altijd voor iedereen klaar. En toen zij daar zat, dat je dan hoort van mensen, het heeft geen zin om te gaan, want ze weet toch niet meer wie ik ben. Oh, ja. Dat vind ik heel heftig. Ja. 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 Dat heb je ervan geleerd. Ja, wat moet je daarvan leren? Dat ik wel probeer duidelijk te maken aan mensen dat er meer is tussen hemel en aarde. En ook al kan iemand je op dat moment niet herkennen, ga er niet tegen in, maar praat mee. En dan zie je dat er wel iets terugkomt. Of ga een liedje zingen. Muziek brengt mensen namelijk weer terug in een andere laag. Dat is wel heel mooi, hè? Dat heel veel muzikanten, net zoals Glen Campbell is daar een voorbeeld van. Ja. De muzikant die met Alzheimer op het podium stond en niet meer weet wat er allemaal gebeurt, maar zijn tekst had die haarscherp. Ja, en dan zie je dat iemand weer helemaal blij kan worden. Ja. Dus voor jou een hele bijzondere film? Ik vind het een hele bijzondere film. Heb je hem vaker gezien of is hij de eerste keer binnengedenderd? Hij was meteen binnengedenderd, maar ik heb hem 2 keer gezien. En ik raad hem iedereen die in zijn omgeving te maken heeft met Alzheimer aan om hem te zien. Omdat het een aantal dingen duidelijk maakt. Ja. Away from her. Ja. Goed zo. We gaan even wat vrolijkers doen. Een fragment van de halve finale 2017 van Heel Holland Bakt. Het programma wat jouw leven op de kop heeft gezet. Ja. Want daarvoor kon je nog wat onherkenbaar over straat. Robert van Beckhoven, André van Duin en de winnaar Hans Spitsbaard. Bakkers, de allerlaatste beoordeling van dit seizoen. En een belangrijke beoordeling. De Royal Wedding Cake. We beginnen met Hans. Hans, een prachtige witte Royal Wedding Cake. Je hebt gekozen voor een vierkante taart. Dat is technisch veel moeilijker dan een ronde. En je hebt gekozen voor 3 lagen en ook 3 vullingen. Ja. Kersen, hazelnoot en mokka. Ja. Oké, dan ga ik hem aansnijden. Het is een rijke bruidstaart. En dat rijk bedoel ik vooral in de hoeveelheid boter die je gebruikt hebt. Ja. Maar hij ziet er fraai uit, hij is goed van smaak en ik vind hem ook een echte bruidstaart. Dus ik vind dat je zeker geslaagd bent in de opdracht. Dankjewel. Hans Spitsbaard uit de provincie Utrecht. Je had volgens mij al een leuk leven, Jannie. Ja. Maar na dit is het er leukerder geworden. Nou ja, het is natuurlijk fantastisch dat het me een podium gegeven heeft. In de zin van dat ik kan doen wat ik heel leuk vind en waar mijn passie ligt. Ja. Omdat op het moment dat je een podium krijgt, luisteren mensen eerder ook naar de serieuze boodschap die je misschien te melden hebt. Ja, dat is ook zo. Er komt een nieuwe serie aan, hè? Ja. Zondag. Volgende aanstaande. Week. Ja. Zondag. Ja. Seizoen 6? Seizoen 6 alweer. Moest je erover nadenken van ik doe het weer? Nee. Nee? Geen seconde. Dat was meteen bam. Nee, geen seconde. Nee, sterker nog. We kijken er allemaal enorm naar uit. Door het jaar heen appen we ook allemaal met elkaar. De hele ploeg. Ja. Het is dezelfde ploeg nog vanaf het begin. Dus dat is leuk, hè? We zijn heel erg op elkaar ingespeeld. Ja. Voor André was het natuurlijk moeilijk om Martine op te volgen. Omdat zij had het zo neergezet met en zo'n eigen soort humor. Ja, maar dat is ook goed gekomen, toch? Dat is met André. Absoluut goed Hij gekomen. Doet het anders, maar ook heel goed. Ja. Wat is het succes van het programma? Is dat het feit dat jullie toch niet zo afzeiken, wat je vaak in dat programma's denk ziet? Ik. Dat denk ik. Ik denk dat dat een van de belangrijkste elementen is. Dat, kijk, iedereen die daar staat te bakken, vindt het erg genoeg als er iets misgaat. Ja. Ja, dan moet je niet nog een keer teksten als ben jij een sukkel. Nee. Zullen wij niet uit ons mond krijgen. Dat is ook niet leuk. Wat je wel probeert is kritisch te zijn, maar constructief kritisch. En het is een heel vriendelijk programma. Wat me iedere keer opnieuw opvalt, en het is nu het 6e seizoen en opnieuw, is dat je zet 10 mensen bij elkaar.
En het grappige is dat ze eigenlijk binnen 2-3 weken meteen hele dikke vrienden zijn. En ik weet van alle seizoenen daarvoor dat iedereen nog steeds in appgroepen zit, contact heeft, met elkaar naar cursussen gaan. Wat leuk. Ja, dat is best heel bijzonder. Ja. Ja. Ik heb begrepen, Jannie, dat, dat het nu ietsje anders is. Hè? Er is een aflevering bijgekomen. In het begin komen er 500 bakkers. Ja, ruim 500 bakkers. We beginnen met ruim... Ongelooflijk. Dus je kunt je iets voorstellen hoe dat was. Als je denkt, dat beweegt er. Dit is de tackle. Naam heet hij, hè? Naam. Ja. 500, ruim 500 kandidaten waren er, die allemaal met taarten kwamen. En die moesten allemaal geproefd worden. Oh jee. Heb jij ze ook allemaal geproefd? Nou, niet allemaal gelukkig. Nee. We hadden wat hulptroepen. Dat is ook te zien. Maar de redactie had bedacht van... nou, dan zitten jullie met z'n tweeën in een tentje. En dan kunnen jullie om en om proeven. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Als er iemand bij je komt en dan zeggen... nee, ik proef nu even niet straks weer. Dat kan gewoon niet. Nee, nee. Dus ik was... best overvoerd als het gaat om taarten. Dat ik even dacht van, oh nee, even niet meer. Nee. Maar je maakt er ook geen geheim van? Dat je dan na zo'n opname een beetje bent aangekomen? Nee, ja, klopt. En daarna gaat het er ook weer af? Ja. Ja, want anders, kijk, ook al is het maar een kilo... wat af en toe wel blijft hangen... maar zes seizoenen achter elkaar is toch 6 kilo... die hier dan aan blijven hangen. Dus dat moet je wel in de gaten houden. Ja. Het is een leuk programma om naar te kijken. En volgens mij hebben jullie heel veel lol. We hebben ongelooflijk veel plezier. Ja, ja. Grappig. Ja. Oké, dus zondag, hè? Zondag. Oké. Ja, we hebben het er eigenlijk al over. Het feit dat je een bekende Nederlander bent geworden, dat geeft je macht. Macht is misschien een raar woord, maar mensen luisteren naar jou. En jij hebt een taskforce opgericht. Nou ja, ik ben gevraagd om het gezicht daarvan te zijn. Door de voeding door, en ouderen? Ja, door 2 ministeries. Voeding en ouderen. Ja. Het blijkt zo te zijn dat... ruim 30% van de ouderen in Nederland ondervoed is. En dat is echt een dramatisch hoog getal. Hoe kan dat? Kun je dat eens uitleggen? Waar komt dat nou door? Ja, wat we hebben geprobeerd is inderdaad achter die reden te komen. Hoe kan dat nou? Want het is niet alleen zo dat het is bij ouderen die nog thuis wonen. Maar ook in een verpleeghuis. En het is zelfs zo dat het percentage van ouderen die opgenomen worden in een ziekenhuis... vaak in zo slechte... conditie zijn dat ze langer in het ziekenhuis moeten blijven voordat ze überhaupt geopereerd kunnen worden. Dus het is heel belangrijk dat we aan die voorkant veel meer kijken van hoe kunnen we dit voorkomen. Maar dat is heel gek wat je zegt, want je snapt dat als ouderen alleen wonen, dan is de kans groot dat je minder eet. Maar in zo'n ziekenhuis zou er dan toch controle op moeten zijn? Ja, en dat zie je dat door die zorg die steeds meer ingeperkt wordt. Vroeger was er een hele duidelijke relatie wanneer er eten uitgeserveerd werd, dat de verpleging of de verzorgende ook zagen, nou mevrouw die en die heeft dat en dat niet gegeten. Maar het zijn nu zoveel shifts door elkaar dat er is geen enkele link meer tussen degene die het geeft en degene die het ophaalt of die dan noteert van er is weinig gegeten. Ja. Dus dat is een van de problemen. Een andere is de afnemende smaak. Je smaakpapillen worden wat minder, waardoor mensen minder trek krijgen. Ja. De behoefte aan eiwitten wordt eigenlijk groter, maar tegelijkertijd, dus voor lichamelijk, de smaak is dan van dat mensen denken, nou, hoeft niet. En als mensen alleen komen te staan, vinden ze het heel lastig om zelf te koken. Ja. En het probleem zit hem vooral bij mensen die alleen zijn komen te staan, want die vonden het nog wel de moeite waard om te koken voor hun partner, maar vinden het... ja, niet de moeite meer waard voor zichzelf. En die zeggen, ja, nou ja, sta ik een uur in de keuken en ik heb het in 5 minuten op. Ik neem wel of kant en klaar, of ik neem een boterham met een eitje. Maar dat houdt in dat je dus veel te weinig groente binnenkrijgt. En andere nuttige voedingsmiddelen. Maar dat is duidelijk, maar hoe ga jij dat veranderen? Wat we gedaan hebben is in kaart brengen, vooral die bewustwording van ook in verpleeghuizen, ook in ziekenhuizen, hoewel mensen daar tegenwoordig steeds korter liggen. Dus om daar iets aan te doen is misschien niet eens echt effectief. Maar we hebben ook gemerkt dat eenzaamheid een hele belangrijke factor is. En dat als mensen samen eten... dat je veel beter eet, maar dat mensen ook weer vrolijker worden. En we hebben een aantal werkgroepen opgericht waarin we gemeentes proberen te stimuleren om
projecten op te zetten waar mensen met elkaar samen koken. Dat gebeurt al heel veel, hè? Ja, dat gebeurt hier in Utrecht ook. Ja, in Driebergen ook. De burgemeester in Driebergen doet ook zelf mee. Die staat erg open voor dit soort zaken. En het feit dat je mensen bij elkaar zet en ze samen laat koken en samen op laat eten, zorgt al zo dat er meer verbinding komt. Want bij het wegvallen van de kerk is er ook een sociaal netwerk weggevallen. Maar het zijn best wel cijfertjes, 30% ondervoed. Het is enorm. Ja. Het is echt enorm. En het wil ook niet altijd zeggen dat als iemand te mager is, dat hij ondervoed is. Want iemand met overgewicht kan ook heel erg ondervoed zijn. Ja, is dat zo? Ja. Dat heeft met metabolisme te maken. Ja, het heeft ermee van wat krijg je binnen? Krijg je binnen wat je nodig hebt? Of zijn het lege calorieën? Dus, en hoe vaak ben je daarmee bezig? Is dat een weektaak of een dagtaak? Nee, het is projectmatig. En op dit moment liggen er een aantal conclusies en moet er gekeken worden van wat zijn vervolgstappen. Hoe gaan we ermee verder? En dan zie je ook dat het soms lastig is als het een politieke lading heeft. Want als er weer een verschuiving van een ministerie is met andere mensen die ook weer andere prioriteiten neerleggen. Daar ben je van afhankelijk. Ja. Ja. Goed. Als we naar deze fragmenten kijken, dan gaat het best wel veel over vrouwen. Vrouwen die sterk zijn. Is dat iets wat jou persoonlijk raakt? Heb je daar bewust voor gekozen? Of? Ik ben dat meer en meer me bewust geworden. Ook omdat je nadenkt over je eigen rol. Het voorbeeld wat je gehad hebt. Mijn moeder was een sterke vrouw. Die zich ook niet in een hoekje bij wijze van spreken liet zetten. En omdat de invloed van vrouwen zo enorm groot is als het gaat om het opvoeden van een volgende generatie. Ja. Dat ligt natuurlijk toch vaak nog bij vrouwen. Heb ik in de loop der jaren een steeds grotere bewondering gekregen voor vrouwen met een missie. En vroeger had ik dat misschien wat minder of zag ik dat als concurrentie. Geen idee waarom ik dat wat minder had. En tegenwoordig is dat iets waar mijn hart wel ligt om te laten zien van dit zijn wel degene. En zeker ook, ik ben een aantal malen in Afrika geweest. En daar is het misschien nog wel belangrijker dan hier. Want zijn het de vrouwen die opvoeden, maar het zijn ook de vrouwen die hun schouders onder alles zetten. Wat doet die mannen dan? Vaak, ik wil niet alles over één kam, maar wat ik in bijvoorbeeld Gambia gezien heb, is dat mannen niet heel hard werken en vrouwen echt alles doen. En die mannen zitten dan gezellig met elkaar in de kroeg en vrouwen doen het werk. Ongelooflijk. Een van jouw stelregels is, groente moet je uit het seizoen eten. Ja. Ja, dat is eigenlijk al alles mee gezegd. Groente moet je uit seizoen eten. Nou ja, waarom? Omdat het ook. Kijk, de natuur heeft zoveel moois voor ons geregeld. Ja. Dat als je kijkt naar in de winter, dat weten we, hebben we vitamine C nodig. Ja. Nou, kijk naar spruitjes, daar zit waanzinnig veel vitamine C in. Ja. Zuurkool zit heel veel vitamine C in. Als we dat geweten hadden 300 jaar geleden, hadden ze zuurkool mee aan boord kunnen nemen. Dan was er een hartscheurbuik geweest. Ja, dat is waar. Ja. Wisten we toen nog niet. Hadden we nog geen idee. Maar van de volle grond zit er veel meer in een product dan wanneer je het. Dat kun je best voorstellen ook. En ik weet dat niet iedereen in de kassenindustrie blij met me is als ik dit zeg. Maar als je iets op water en watten kweekt, kun je je voorstellen dat er gewoon minder in zit dan wanneer je het uit de volle grond haalt. Want alles is in symbiose met elkaar. Ja. En daarom moeten we ook heel bewust omgaan met die grond, met die aarde, en die ook wat teruggeven en niet alleen maar alles eruit halen. Dus we moeten daar goed mee omgaan. Mooie woorden. Tot slot, is er nog één iets waarvan je denkt van, dat wil ik. Dat zou ik nog graag willen doen. Nou, ik zeg altijd, ik zou nog wel heel graag wat meer rust in willen bouwen. Maar dat zie ik voorlopig nog niet. Dat gaat niet gebeuren, hè? Nee, want wat ik heel erg leuk vind om dingen met mijn handen te doen. Ja. Ik wilde ooit naar Ga je het zelf maken? Dat ik maak bronzen beelden. Ik zou daar wel wat meer tijd voor willen hebben. Maar ooit? Ik word nog wel eens, hoop ik, van aanzienlijke leeftijd. En dan heb ik vast daar heel veel tijd voor. Goed. Ik vond het heel erg leuk je aan tafel te hebben. Mag ik een heel warm applaus voor Janny van der Heijden? Dank je wel.
Tot zover deze eerste aflevering van Bibliotheekgasten. Dat gaan we volgende week weer doen. En dan met mediapriester Roderick van Heugen. Met hem gaan we uitgebreid praten. En als u erbij wil zijn in het publiek, dat kan. Kijkt u dan gewoon eventjes op onze site. En dat is www.rtvutrecht.nl. Dankjewel voor het kijken. En dankjewel. Jij dankjewel. Leuk. Nou, mogen we even proosten, hè? Eindelijk. Proost.